Als u dit portret ziet, en een portret wat ik dus veel later gemaakt heb, in 1949, daar zit dus een, toch zo'n, toch zo'n jaar of 10, 15 tussen. En dan ziet u hoe anders de toets is. Deze toets is nog helemaal een donker gemaakte vleestoon, terwijl dit, de kop hier in werkelijk schilderkundige toetsen is opgezet. Je moet jezelf je kunde om te kunnen tekenen zo ver opvoeren dat het mogelijk is dat je meteen zo direct in de verf, in de natte verf, het afmaakt. Het moet dus ook in één dag gebeuren.